Frans Duits, de bekende zanger, heeft onlangs zijn nieuwe Ferrari opgehaald, maar niet zonder de nodige ophef. Terwijl sommigen applaudisseren voor zijn succes, wordt hij bekritiseerd voor zijn opvallende vertoon van rijkdom. In een interview met Show News deelde hij enthousiast de prijs van zijn nieuwe aanwinst: een Ferrari van maar liefst 3 ton. Deze openhartigheid leidde echter tot gemengde reacties van het publiek. Evert Santegoets, hoofdredacteur van Privé. Benadrukt het negatieve sentiment rond Frans Duits in de recente shownieuwsuitzending. Mensen vinden zijn gedrag uitsloverig en patserig, vooral wanneer hij met een cameraploeg zijn nieuwe auto ophaalt. Ronald Molendijk verdedigt echter de keuze van Frans en benadrukt de hoge belastingen op dergelijke luxe auto's. Ronald legt uit dat de belastingen, met name de BPM, aanzienlijk zijn en dat mensen eerder applaus zouden moeten geven aan degenen die in zulke auto's rijden. Frans Duits. Bekend om zijn voorkeur voor dure auto's, bezit niet alleen een Ferrari, maar ook een McLaren, een BMW X7 en zelfs een Lamborghini. Het lijkt erop dat hij zijn auto's beschouwt als een investering, gezien de waardestijging door zeldzaamheid. De discussie tussen de shownieuws-hosts benadrukt de verdeelde mening over Frans-Duits extravagantie en de reacties van het publiek. Sommigen vinden het poenerig, terwijl anderen zijn succes en ondernemerschap waarderen. De vraag blijft of het tonen van dure bezittingen in de media een slimme zet is of eerder tot kritiek leidt.